Ook kunst mag zich verheugen in een toenemende populariteit onder beleggers. Dit is het duurste werk wat ik heb. Wat is het waard? Zeg ik niet. Interieurontwerper Jan de Bouvry is kunstverzamelaar van het eerste uur. Wat heeft u ervoor betaald? 5000 gulden. Maar het is nu een veelvoud waard. Ja, ja, ja. Maar hij is ook zo prachtig. Ik had altijd hypotheken. En toen hebben we alles bij elkaar geveegd en dit en dat. Dat we toen van die kutbanken af waren met al die hypotheken. Ik had altijd een limiet van betalen. Ik wilde nooit meer dan 10.000 gulden betalen. Want ik had toen al het gevoel, als ik dat goed bewaar, dan krijg ik een prachtige collectie ten eerste waar ik van hou. En als je dat nu ten opzichte van geld ziet, nou ja, is niet te vergelijken. Soms liet de Bouvry zich uitbetalen in kunst in plaats van in geld. Zoals bij een Amsterdamse galeriehouder. Ik had hem ingericht voor 35.000 gulden en hij betaalde me niet. En toen zei hij, zoek maar wat uit. Ik zei, nou, kom wel even langs. Toen heeft die vaas van Picasso meegenomen. Dus we hebben jaren elkaar gebeld wat hij nu weer waard was. Maar het is toch prachtig. En wat is hij waard? Nu? Ik denk aan ton. En wat je dan heel langzaam ziet, dat je in die 50 jaar een collectie hebt opgebouwd waar je helemaal geen idee van had. Dat je denkt, kijk, mij is zeg. Straks heb ik geen geld meer, maar ik hoef maar één dingetje te verkopen. En ik kan de rest van mijn leven uitleven. Geld is niets meer waard. Als je het bij de Chinezen ziet, bij de Russen. Dat is helemaal niets meer waard. Het is natuurlijk heerlijk als je wat geld hebt. Maar kunst daarentegen, hè, geld doet dit, kunst gaat alleen maar omhoog. En als je dan iets ziet wat je mooi vindt, en je wordt de volgende dag wakker en je ziet dat beeld weer terugkomen, dan kopen. Maar nooit impulsief kopen. Altijd even rust geven.